Daar ben ik weer. Ik ben weer terug met een vloeistofreview. En dit wordt nummer 7 van de 50 Shades of Vape. De Aloe. Ik heb een flesje Aloe Vera drink erbij gekocht. Want ik zou eigenlijk niet weten waar het naar zou moeten smaken. Dus ik had zoiets van, het zal vast wel hier naar moeten smaken. Dus we gaan het gewoon proberen. Oeh, ik snap niet wat mensen dit lekker vinden. Suikerwater met stukjes. En een apart nasmaakje. Dus we gaan eens even proeven. Ik heb hem al op mijn dripper gedaan. Oh ja, moet ik wel even mijn mod resetten. Want anders dan geeft het niet de goede hommage meer. Oh ja, nu heb ik hem af. Dat klopt beter. Ik vind hem een beetje zeepachtig smaken. Maar dat vond ik bij deze volgens mij ook. Wat hoger zet. Ja, komt wel in de buurt, ja. Ik vind hem nog steeds een klein beetje zeepachtig smaken. Ik vind op zich de aloe drink ook een beetje richting zeep smaken. Weet niet waarom. Net zoals de vloeistof eigenlijk ook. Maar de smaak van de e-liquid lijkt inderdaad wel behoorlijk op de smaak van de aloe vera drink die ik gekocht heb. En ik weet dat een heleboel mensen dat lekker vinden. Vooral mensen van een Surinaamse en Antilliaanse afkomst, als ik dat mag zeggen. Maar nee, het is niet mijn ding. Ja, de smaak is wel, zeker nu op de wat hogere temperaturen. Ik zit stukjes in mijn drinken. Oké, het is stukjes in mijn drinken. Maar nu ik hem wat hoger heb staan, ik heb hem nu op 90 watt staan. Met een 0,18 ohm coil. En ik vind hem wel aardig in de buurt komen van de smaak van het drinken. Het beetje zeepachtige, wat heel erg overheerste bij de e-liquid, maar niet zo heel erg bij de, wel ook de, waar de limonade ook het er wel had, maar niet zo heel erg. Dat is nu ik hem echt op wat warmere damp heb, is dat wel, is dat heel erg zeperig is er nu af. Ja, en nu lijkt hij echt... Ja, zo goed als lijkt hij op een warme versie van de limonadesiroop. Gewoon zoet. En ja, waarschijnlijk de aloe vera die ik naar zeep vind smaken. Maar dat ben ik misschien gewoon. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk niet dat ik deze ga opdampen. Voor mensen die aloe vera drink heel erg lekker vinden, zou ik deze zeker proberen. Voor de mensen die dat naar zeep vinden smaken, ben het helemaal met je eens. Laat deze maar gewoon liggen. Maar dat was het weer voor vandaag. Jullie zien mij binnenkort terug met de laatste, de vanille karamel. En tot die tijd, jullie weten het, stop met roken en ga dampen. Vond je het filmpje nou leuk? Like het, wil je meer zien, abonneer je, druk ook op het belletje. Dan krijg je ook een melding als we nieuwe filmpjes online hebben staan. Heb je vragen of opmerkingen? Laat hieronder achter. Of op onze website of op onze Facebook. We reageren meestal wel binnen een dag of 1 of 2. Soms gelijk, soms een dag later of zo, weet ik veel. En we hebben tegenwoordig ook een Patreon. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Bye bye!